Welkom bij de opening, de heropening van het Nationaal Luchtvaart Themapark Aviadroom Lelystad Airport. Vanmorgen hebben we voorlopig de laatste werkzaamheden verricht binnen het Aviadroom. Ik zal even meenemen naar de afgelopen maanden wat voor werkzaamheden wij hier uitgevoerd hebben. De werkzaamheden hebben we verdeeld over 7 attractiezones die we ook benoemd hebben op de plattegrond die we meegekregen. Ik zal u ook de vlucht meenemen langs de activiteiten die wij hebben uitgevoerd. Binnen het hoofdgebouw hebben wij een rode loper neergezet, de entree hebben gewijzigd en een nieuwe horeca toegepast en we hebben een nieuwe film. Helden van de Nederlandse luchtvaart. Verder hebben we een speelattractie toegevoegd in de centrale hal, waarmee we verwachten dat het blijfsuur in het park wordt verder vergroot. Binnen het museum hebben we een grote schoonmaak uitgevoerd en hebben we de routes aangepast. En de chronologische lijnen hebben we op een aantal punten verder verbeterd. Verder hebben we de Boeing 747 hier verder toegankelijk gemaakt. En de toegankelijkheid zal gewaarborgd worden met behulp van mensen die mensen begeleiden. Verder kunt u vanuit de Boeing dadelijk het buitenterrein bereiken. Op het buitenterrein hebben we ook een aantal grote wijzigingen uitgevoerd. Er zijn een drietal lussen aangebracht, waardoor er geen doodlopende einden meer zijn en bezoekers het hele park kunnen meemaken. Verder hebben we de hekwerken verwijderd en zullen we dagelijks één show hebben met historische vliegtuigen. Verder zijn er buiten op het buitenterrein een aantal spelattracties voor de jeugd. Andere wijzigingen die we hebben uitgevoerd zijn in het Schipholgebouw 1928. Hier hebben we meer toegankelijkheid gerealiseerd voor de zakelijke markt. En hebben we de radiokamer permanent toegankelijk gemaakt. Verder binnen de hangar T2 hebben we een platform gerealiseerd. Een platform waar vandaan bezoekers de bijzonder mooie vliegtuigen kunnen aanschouwen. En we hebben een platform, Lelystad Airport, gerealiseerd. Die zicht geeft op de landingsbaan. En een landingsbaan waar toch jaarlijks 130.000 vliegbewegingen zijn. Met dit alles hebben wij een kwaliteitsverbetering gerealiseerd, een verlenging van de verblijfsduur en een enorm toegenomen beleving. Tijdens de wedstrijd die we uitgevoerd hebben, hebben we heel veel mensen ontmoet met passie, met liefde voor de luchtvaart, met passie en liefde voor het Aviadroom. De verschillende stakeholders en natuurlijk ook de vrijwilligers. Daar ben ik erg blij mee. Door al deze warme ontmoetingen ben ik verder gesterkt in de overtuiging dat wij hier met het Aviadroom een bijzonder zonnige toekomst moeten gaan. En we zullen natuurlijk, waar nodig, altijd de samenwerking zoeken en we komen elkaar zeker weer tegen. Verder wil ik nog gebruik maken van de gelegenheid om verschillende partijen te bedanken die deze doorstaan hebben mogelijk gemaakt. Wildpapieren. Provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, waaronder wethouder Pappeldijk, hartelijk bedankt. KLM Schipholgroep, in het bijzonder Heer Verboom. De curator Bert van Apeldoorn, voor de prettige samenwerking. Kuba Stotowski, die in een zeer korte termijn een bijzonder mooie film heeft gerealiseerd. Waarvan we zojuist de première hebben beleefd. Libema, de heer Lips, die door de investering de overname van het Aviadroom mogelijk heeft gemaakt. En alle medewerkers van de staafafdelingen, waaronder in het bijzonder Fred Vogelaars. Fred, bedankt. Alle overige medewerkers en leveranciers die de afgelopen weken bijzonder druk zijn geweest met het uitvoeren van de werkzaamheden, daar ook hartelijk dank. En natuurlijk iedereen die ik niet genoemd heb. Het Stangenhof Theater, de tweede film van vandaag. Wie de film gemist heeft, die begint op 10 minuten. Natuurlijk iedereen die ik niet genoemd heb, iedereen hartelijk bedankt voor de mogelijkheid dat we dit hebben kunnen realiseren. Nou, nu over naar de orde van de dag. Na mij zal ik het woord overgeven aan de heer Verbeek. Vervolgens zal de heer Pappeldijk nog het een en ander tot u richten. En na beide spiertjes bij korte woordjes zullen we overgaan naar de feestelijke opening, de feestelijke heropening van het Aviadroom.
Dat zal plaatsvinden door Heer Vakkeldijk de Beek en de directie van die beenwaan zal u voorgaan. En datzelfde richting de Fokker VAR, de vier Fokker S11 toestellen. De Fokker S11 toestellen zullen op teken van 0, ik hoop dat jullie allemaal meetellen, van 10 naar 0, zullen ze de motoren starten. En vervolgens zullen ze het aangeven van de heer Vakkeldijk en de heer Beek de bekjes omhoog steken en dan vervolgens vertrekken ze. En dan komen ze een aantal minuten later weer voorbij in een schitterende flyby. Vervolgens staat er een lunch gereed staan, een lunch in het hoofdgebouw en een lunch in het Schiphol 1928 gebouw. En geniet ervan. Ik geef nu het woord over aan de heer Vakkeldijk. Oh nee, is het niet Vakkeldijk? Sorry, de heer Beek. Ja, hartelijk dank. Jongens en meisjes, dames en heren. Het is goed dat we ons realiseren dat we hier met elkaar op de bodem van de zee zitten. Als de dijken er niet waren, hadden jullie nu moeten zwemmen. En het is nog niet zo heel erg lang geleden dat er mensen waren in Flevoland die over die moddervlakte heen keken toen het drooggemalen was. En die zeiden, we gaan Lelystad bouwen en we gaan Almere bouwen en we gaan een vliegveld bouwen en we gaan bossen aanleggen. We gaan boerderijen bouwen. En in mijn wijk kom ik nog wel eens in het buitenland, als ik dat verhaal vertel, dan zeggen ze, jullie zijn helemaal gek. Wie gaat er nou onder de zeespiegel wonen? Dat is toch levensgevaarlijk. En die dijken, ja, dat is allemaal mooi dat die er ligt, maar die breken vast. En het is ook nog niet zo heel erg lang geleden, ruwweg 100 jaar geleden, dat er mensen waren die zeiden, volgens mij moet het mogelijk zijn om te vliegen. En iedereen zei dat die mensen knettergek waren, want als je gaat vliegen, dan val je uit de lucht. En toch gingen die mensen sleutelen, die zochten schroefjes bij elkaar, die maakten een motortje en die bouwden wat vleugeltjes en die gingen experimenteren. En inderdaad, ze vielen af en toe uit de lucht, maar ze gingen wel door. En dat verhaal van die pioniers die de eerste vliegtuigen maakten en hoe dat allemaal verder ging, dat wordt hier verteld. En ik vind dat in Flevoland die mensen die hier de lef hadden om in de modder te gaan zitten en te zeggen wij gaan er wat van maken, dan zie ik een vergelijking met die mensen die erin geloofden dat je kon vliegen en dat je vliegtuigen kon bouwen. En natuurlijk, het gaat wel eens fout, maar we geloven erin en we gaan verder. En hier wordt prachtig de ontwikkeling van dat vliegtuig en het vliegverkeer verteld. En daarom hoort Aviodroom ook in Flevoland. En ik ben dan ook apetrots en ik feliciteer die Wema daar ook mee dat Aviodroom weer open gaat en dat we dat verhaal kunnen vertellen, want wij horen bij elkaar. En dat wou ik maar even gezegd hebben. Ga straks met ons mee naar dat de wethouder gesproken heeft. En dan zullen we prachtig zien hoe die vliegtuigen de lucht in gaan en waar dit over gaat. Dank voor jullie aandacht. Meneer de commissaris, dames en heren. In aansluiting zou ik bijna willen zeggen, als je nou wilt samenvatten wat hier gebeurt, met de voeten aan de grond kom je niet vooruit. Met de voeten aan de grond kom je niet vooruit. Dat geldt voor ons allemaal, dat geldt voor het hebben van dromen en dat geldt natuurlijk heel letterlijk ook voor de luchtvaart. En we laten hier zien, en die Wema laat hier zien, dat je dus inderdaad als je los durft te laten en te komen, loskomt van de grond, wel degelijk vooruit komt. Daarom feliciteer ik als eerste Dirk Lips in het bijzonder en Lien Wema met de heropening van het Aviodroom. Maar eigenlijk moet ik misschien zeggen, feliciteer ik Lelystad en Flevoland niet alleen met de heropening van het Aviodroom, maar ook juist dat een partij als Lien Wema nu invulling geeft aan het themapark. Laat ik drie korte voorbeelden noemen om dat te illustreren. Die gaat u dadelijk vast en zeker allemaal ook zien. Want wat de kracht denk is en wordt en zal blijven van het themapark, is dat het een uitgekiende mix is van het goed vastleggen en vertellen van dat verhaal van de historische luchtvaart, maar ook een plek waar jong en oud, waar gezinnen plezier beleven. Als u mee gaat kijken naar de film die in première is gegaan, dan krijgt u echt een verbijsterend beeld van die historische luchtvaart, van die pioniers waar de commissaris het net over had. En voor de liefhebbers, er zit één beeld in dat verleden zelf wel heel bijzonder is. Want daar zie je een Oost-Indië-vaarder op een poster samen met een van de eerste vliegtuigen. Dat is natuurlijk de combinatie van de Bataviawerf en Aviodroom tegen onze belangrijke toeristische trekpleisters. Een mooi beeld. Ook als je binnenkomt en je kijkt dan naar de speelgelegenheid die zo mooi gethematiseerd is, dat het inderdaad een themapark is wat recht doet aan historische luchtvaart, maar waar ook het plezier hebben centraal staat. Als ik dan zie, modellenvoorbeeld te noemen, dat er een uitkijkpunt gerealiseerd is dat uitkijkt
op de luchthaven. Een luchthaven die volop in ontwikkeling is en naar we hopen en vermoeden inmiddels ook door kan gaan groeien. Dat is ook voortbeduurd op de toekomst. Dus wij zijn heel blij ook met de manier waarop IBEMA dit themapark realiseert. We zijn ervan overtuigd dat daarmee het een goede en groeiende toekomst tegemoet gaat. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor Lelystad, natuurlijk, vanwege de directe werkgelegenheid. Natuurlijk, vanwege de toename van het toerisme, maar ook de naamverkendheid. Als ik kijk naar de kerstbelangstelling vandaag, die er morgen zal zijn, zet ons dat ook weer meer op de kaart. Maar misschien vind ik wel het allerbelangrijkste, hoe klein dat ook lijkt, dat al die enthousiaste vrijwilligers die hun ziel en zaligheid de afgelopen jaren ingelegd hebben, dat hier weer onder, ik zou bijna zeggen, misschien wel verbeterde condities aan de slag kunnen. Ik ben blij dat het themapark een optimale mix is van het beleven van plezier, want dat is wat je doet, met het vertellen van dat zo'n belangrijke verhaal van de historie van de Nederlandse luchtvaart en het vooruitkijken naar de toekomst. Nogmaals, ik feliciteer IBEMA daarmee, ik feliciteer Lelystad Flevoland met IBEMA en u allen met het heropening van dit themapark. Dank u wel. Okay.